Het is geen kat, maar een dief. Ik begrijp alleen niet waarom die hoed wilde stelen. Misschien wilde deze kat dus wat anders dan luizen. Het is geen kat en ook geen dief. Dus we hebben geen kat in de zak. Dat wel, maar het is mijn lerares. Ja, je kunt van poezen heel wat leren. Maar hoe komt ze hier? De weg gevraagd van een gegeven toerist. Zeg, kan het zijn dat jij mij kent? Ja, klopt. En haar kent u ook. Alleen vanmiddag liep ze nog met een stok en een hoofddoek onderhals. Hoe is ze dan zo geworden? Nou, met de klok mee de dagen van de week opzeggen en gesmolten rat en je zachtjes aan de kop brengen. En dan maar afwachten wat je wordt. Ik was nog wel van plan met deze kat de stamboom door te nemen. Ja, maar het is best vervelend hoor, dat je niet weet van tevoren wat je wordt. Want ze heeft zichzelf een keer in een murf. Oh, dan zal ze zeker wel hoofdpijn van haar eigen gezoem gekregen hebben. Ja, maar dat was nog niet het ergste. Want voordat ik naar haar op zoek ging, wilde ik die murf net verkopen met een krant. En ik ben een goede slagman. Maar deze keer miste ik. Oh. Hoe lang duurt het voor zoiets is uitgewerkt? Dat hangt helemaal af van de grootte van het dier. Maar over het algemeen duurt het een paar uurtjes. En daarna krijgen we natuurlijk nog eens te maken met de bijwerkingen van het drankje. Maar is daar dan geen drankje tegen? Ja, al met al weten we nou nog steeds niet waarom ze die hoed wilden stelen. Dat kan maar gestolen worden, ze is en blijft een dief. Ik laat me niet zomaar mijn nachtrust ontnemen. Het is niet verstandig om erop te eten, want ik heb gelezen dat ze dan meteen weer in een mens verandert. Lijkt me het beste dat ik haar maar gewoon mee naar huis neem. Ja, toen heb je ze hier vlakbij. Ik zal 10 dagen moeten lopen om thuis te komen. Heb je dan zo'n slechte conditie? Of woon je niet hier? Wacht eens, ik weet het. Met de kracht van deze hoed kan ik je overal naartoe laten brengen. Huh? Zonder strippenkaart? Het gaat vliegend vlug en het uitzicht is ook nog goed. Je het is te proberen. Oh ja, ik moest ook nog even op mijn linkerbeen staan. Kapi, die doet die kapi. Arrivederci. Oeh, mijn evenwicht. Zizi tip, Zizi Sputnik, Rom team Zizi, Oezie Boezie, Ziza zo. Oh, ze heeft stiekem geoefend of ze heeft er gewoon aanleg voor. Ik weet het, hè. Ik heb mijn best gedaan. Oh, we staan weer voor de aarde. Ja, ja, ja. We hebben niet al te veel tijd. Dus zeg het snel. Een vriendendienst. Daar doen we niet aan. Het is zo dat u ons een opdracht moet geven, maar we voeren er niet meer dan 3 uit. Dat is reglement. Goed, nou snap ik het. Dus wat is dan het eerste waar we u mee zouden kunnen helpen? Jullie zouden me groot plezier doen als jullie deze jongen met zijn kat naar hun huis in het noorden brengen. Een lachertje. Moustaki nou zo vroeg uit zijn bed komen voor zo'n makkelijke opdracht? We kunnen veel moeilijke dingen voor u doen. Ik maak wel een lijstje. Maar voor vandaag is dit mijn enige wens. En pas wel op dat je de poes niet laat vallen, hè? Al wat je er niet tussen nemen, hoor. Ze gooien jullie gewoon naar beneden toe. Is onze vorige opdracht mislukt? Wij zijn opgevangen door mensen met een hart, ja? Nou, wij doen ons werk ook met plezier, hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. Zijn jullie daar klaar voor? Ja! Zorg je goed voor de en misschien tot ziens. Heel erg bedankt en ik zal een kaart sturen als we weer thuis zijn. We gaan vertrekken! Ja, ja, kom. Niet wiebelen en vooral niet niezen. En vergeet ook niet om je muts goed vast te houden. En we zijn zo al weg.
Zien jullie nou wel dat het helemaal nergens voor nodig is geweest om zo bang te zijn? Maar ik ben toch altijd al een lafaard geweest? Ja, bij mij komt nou ook de haat uit de mouw. We hebben de opdracht vervuld, dus kunnen we morgen naar de tovenaar van Os. Dan hoef ik nooit meer op een leeghoofd te krabben. En ik hoef nergens meer een hard hoofd in te hebben. En dan zal ik voortaan altijd het hoofd koel kunnen houden. Ja, die tovenaar moet zijn afspraak nu weer nakomen. Lekker muziekje, hè?